In de Haagse Slegelstraat zijn woensdagochtend vroeg 10 huizen ontruimd na een brand. In het pand waar de brand woedde ontdekte de brandweer een hennepkwekerij. De bewoners werden tijdelijk door de politie opgevangen in politiebureau Laakkwartier. Volgens de brandweer is de woning volledig verwoest. Er zijn geen gewonden gevallen. De gemeente Den Haag gaat zelf nieuwe opvang zoeken voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Het gaat om de 65 mensen die in de gekraakte Sacramentskerk wonen. Het Rijk had in januari gezegd een pand ter beschikking te stellen voor de opvang van deze mensen, maar dat is nog niet gebeurd. Daarom gaat Den Haag nu zelf voor een tijdelijke opvang zorgen. Het bestuur van de Delftse voetbalvereniging DHC heeft 4 spelers van B2 geschorst. Tijdens een wedstrijd tussen DHC en KRSV Vredenburg uit Rijswijk brak zaterdag een vechtpartij uit. Een speler van Vredenburg raakte daarbij gewond. De zaak wordt onderzocht door zowel de politie als de KNVB. De kerntop in het World Forum in Den Haag eind maart was bijna uitgelopen op een waterballet. Het leger en de brandweer hebben met een spoedreparatie het dak van het centrum gered. De organisatoren ontdekten de zaterdag voor de top dat er water lekte in de grote zaal van het Haagse congrescentrum. Een paar dagen later zouden alle wereldleiders zich daar verzamelen.